Jongens, dan ga ik naar toe en dan zeg ik, kleintje, dit is voor jou. Ik heb zoveel geld uitgegeven. En ik, ja, ja, ja. Dima, je bent een American voetbalspeler, geen rapper. Dima, dit is echt helemaal niks. Dit vind jij niet leuk. Voor een cadeau als dit moeten je woorden cool zijn. Dima, en als je teksten niks zijn, moet je cool dansen. Ja, ja, ja. Swish, swish. Jongens, zijn jullie gek of zo? Dit is een meisjesdans. Diane snapt hier niks van. Meisjesdans? Ik denk dat Diane dit cool vindt. Marusha, kijk wat een mooi nageldesign. Laat het me zien. Ik heb het niet gezien. Gigi, meisjes, kijk. De jongens dansen. Ze kunnen niet eens dansen. Swish, swish. Swish, swish. Kom meiden, we laten het ze zien. Oké. Okay. Kostja, kom op. Doe met ons mee. Meiden, kijk, een pakket. Het moet een cadeau zijn. Meiden, het lijkt erop dat Arten mij leuk vindt en het voor mij heeft gekocht, denken jullie niet? Jongens, het cadeau. Arten, wat bedoel je? Is het niet voor mij? Artem, ik had je gevraagd om het cadeau vast te houden. Moet je die kleptomaan daar zien? Julie, blijf er vanaf. Dima heeft een week zijn auto moeten verhuren om het geld bij elkaar te krijgen voor dat cadeau. Oké, prima. Ik heb het toch niet nodig, hebzuchtige. Wat? Julie, een sjaal? Heb je een cadeau gekregen? Meiden, laat me. Jullie kunnen ons beter komen helpen met de tekst en de dans voor Diane. Want onze Swish Swish Dance is waarschijnlijk niet goed genoeg. Jongens, ik heb besloten dat ik niks ga repeteren. Geen dans, geen tekst. Ik ben het cadeau. En Diane moet dat maar accepteren. Inderdaad, Dima. Ze moet van je houden zoals je bent. Ja, ik ben ontzettend cool en een echte baas. Dima, je had niet zoveel geld hebt moeten geven. Je kan beter naar een café gaan. Kijk, daar heb je onze sportmannen. Raak ze niet aan, Brouws. Kom, we gaan naar de kantine. Waarom zou ik? Hey. De basketballers zijn niet meer in de mode. Dag, hou toch op. Basketballers zijn altijd in de mode. Jullie zijn nooit in de mode geweest en het zal nooit gebeuren. Wat? Oh, hallo. We komen de meidengedag zeggen. Marusha. Je doet maar. Je zwaait maar lekker naar die Marusha van je. Maar als ik erachter kom dat je nog een keer gekke bek achter me trekt, dan zal die helm je niet helpen hoor. En ik zal die gebogen bal van je weg laten vliegen. Basketballer, als je maar niet denkt dat ik bang voor je ben. Ik ben ook populair. En ik koop hele dure cadeaus voor Diane. Wat nou met je dure cadeaus? Je gaat zeker een Chupa Chup lolly kopen. Nee hoor, hij heeft heel veel uitgegeven. Hij gaat dit vandaag aan Diane geven. Hij is niet zoals jij. Jij gebruikt Diane alleen maar. Meisjes houden van cadeaus en niet van lege woorden. Ja, Dima houdt tenminste echt van Diane. In tegenstelling tot jou. Ze zal heel snel gaan begrijpen dat Dima veel beter is dan jij. Ik ben jou echt zat aan het worden, serieus. Smile, kom op nou, rustig. Kom, we gaan naar de kantine. Prima, jij hebt echt geluk vandaag. De basketballen zijn niet eens in de mode. En de basketballen zijn niet meer in de mode. Meisjes, kijk eens wat Brouws me gaf. Wauw, super schattig. Jeetje, Smile geeft me helemaal niets. Toen ik nog met Dima uitging, kreeg ik van alles. Hij kocht altijd wel wat voor me. Snoepjes, bloemen, een konijntje of een teddybeer. Juwelen, maar Smile... Ik hoefde het niet eens aan Brouws te vragen. Hij wist gewoon precies wat ik wilde. Weet je, Diane, Smile is echt een egoïstische narcist. Hoeveel cadeaus heb jij aan hem gegeven? En hij geeft je helemaal niks. Weet je meiden, Smile is gewoon hebzuchtig. Diane heeft bezuinigd op jou. Elke keer als ik naar huis ga, zit hij in het café te eten. Meiden, ik wil er niet over praten. Misschien is Smile hebzuchtig, maar hij kan me in ieder geval beschermen. Dima die kan dat niet. Weten jullie nog dat ik door de donkere bal ging met Dima? Weten jullie nog wat er gebeurde? Hij rende zo hard weg. Hij was bang voor een zwarte kat. Goed, Diane, als je van gedachten verandert, dan moet je maar zelf weten. Als jij met deze hebzuchtige man wilt daten, ga je gang. Ik kan er niks aan doen. Ja, laten we gaan. Diane, misschien moet je het uitmaken. Luister, Nasha, ik ga het echt niet met hem uitmaken. Dit is mijn leven, dus misschien moet je er niet mee in bemoeien. Oké, prima, ik wil die alleen maar helpen. Smile, waarom ben je zo chagrijnig? Laat ze lachen, ze zijn gewoon jaloers. Brouws, je begrijpt het niet. Dima heeft nou zulke dure cadeaus gekocht voor Diane en ik heb financiële problemen. Ik heb nog geen enkel cadeau voor haar gekocht. Laat het toch gaan. Als het weer beter gaat, koop je een cadeau voor haar. Snap je het dan echt niet? Voor het zover is, dan heeft Dima haar zoveel cadeaus gegeven, dan is ze mij al vergeten. Dus, laten we eerst wat eten. Ik heb geen zin om te eten. Je moet niet zo moeilijk doen. Je moet gewoon Dima's cadeau stelen en dan geef je het aan Diane. Wat is er mis met jou? Trouwens, het is best een goed idee. Dima's ouders zijn toch rijk. Ze hebben een auto voor hem gekocht. Ja, ze geven hem altijd geld. Hij koopt nog wel een cadeau. Dus Brouws, ga je me helpen? Geen probleem. Ik zal die pinguïns afleiden en dan pak jij het cadeau. Brouws, ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten. Hier, Dima. Vangen. Wow. Wow. Ja, jongens, dat is wauw. Ik ben nu aan het trainen. Artem, jij let op het cadeau. Na de training geef ik het aan Diane.
Oké, afgesproken. Dima, wij zullen het beschermen. Wees een en al oog. Wij gaan naar de training. Cool, Dima en Kostja zijn onze vrienden. Wij hebben alleen maar coole jongens als vrienden. Jongens, wat doen jullie hier? Er zijn carbonades in de kantine. Ga ze halen. We hebben de grootste voor jullie achtergelaten. Met jus? En ook met boekweit? Er is jus, maar ook boekweit. En er is kersensap. Verdorie, wat moet ik met dat pakketje doen? Dat pakketje is geen probleem. Dat kun je hier gewoon bij ons achterlaten. Nee, Dima zei dat we het moesten bewaken. We mogen het pakketje niet verlaten. Oké, jongens, wij gaan jullie helpen. Ik zal het pakketje bewaken en dan kom je het na de kantine weer ophalen. Wil je dat echt voor ons doen? Natuurlijk, ik zal het bewaken. Gaan jullie die carbonades maar eten met boekweit. Bedankt jongens, jullie hebben ons echt geholpen. Artjem, volgens mij willen ze vrienden met ons maken. Laten we gaan jongens, ze hebben die grote carbonades achtergelaten. Braus, geef me een hand. Ik had echt niet verwacht dat het zo makkelijk zou zijn. Ik had niets anders verwacht. We hoefden het niet eens te stelen, ze gaven het ons vanzelf. Ga je nu Dejan gelukkig maken en het cadeau geven? Ja, kom op. Naar links en naar rechts en links en rechts en links en omhoog, omhoog en zijwaarts en omlaag. Smile, zie je hoe gelukkig Jana is? Ik heb haar een koptelefoon gegeven. Dejan wordt zometeen ook gelukkig. Omhoog, zijwaarts, omlaag. Basketbalspelers! Hoe is het, Jana? Werkt de koptelefoon goed? Ja, dat zijn ze, Braus. Dejan, ik heb je al een tijdje niets meer gegeven, dus hier, alsjeblieft. Smile, dank je. Wat een verrassing. Ik ben benieuwd wat erin zit. Echt waar? Kijk dan maar snel. Ik denk dat je het wel leuk vindt. Meiden, kijk. Smile heeft een cadeautje voor me gekocht. Dejan, wat is dat? Een doos. Wauw, het is een ketting met een teddybeer. Super cool. Smile, wat geweldig dat je Dejan zo verrast. Dankjewel, Smile. Ik vind het zo leuk. Meiden, kijk. Vinden jullie het ook leuk? Ja, echt. Nou, laten we eens kijken wat er nog meer is. Een kleine doos. Wil je me ten huwelijk vragen, Smile? Wat een verrassing. Wauw, cool. Wauw, wat een mooie ring. Wauw. Smile, ik vind het geweldig. Echt heel erg bedankt. Jij bent echt de beste. Ik wist niet dat Dima zulke cadeaus zou kopen. Ja, ik ben ook geschokt. Smile, ik vind het zo leuk. Er zijn overal teddyberen. Braus, ik wil ook een ketting met een teddybeer. Wil je dat voor mij kopen? Jana, volgend jaar zal ik dat allemaal voor je kopen. Smile, waarom is deze ring zo groot? Zou het zo moeten zijn? Natuurlijk hoort dat zo. Dat is om jezelf te verdedigen. Dat noem je knokkels. Wat cool, Smile. Ik zal mezelf zeker verdedigen. Oh, kom op. Stop maar naar de cadeautjes te kijken. Door deze cadeaus gaan we natuurlijk de training missen. Nou, prima. Smile, ik vind echt alles superleuk. Dankjewel. Maar we hebben nu training. Braus, ik wacht op mijn teddybeer. Doei. Doei. Oké, meiden. De stemming zit erin. Laten we beginnen. Goed. Omhoog, zijwaarts en omlaag. En links omhoog. En Doe rechts omhoog. We hadden het pakketje mee moeten nemen. Inderdaad, ze mogen niks doorhebben. Meiden, nu gaan we springen met een handjeklap. 1, 2, 3. Wat is er met jullie aan de hand? Waar is dat pakketje gebleven? Wij waren gewoon hier. We hebben het pakketje aan de basketballers gegeven. Er waren carbonades in de kantine. Carbonades? Hebben jullie ook wat voor ons meegenomen? Nee. Prima, want ik geef niks om carbonades. Waar is het pakketje? Haha, kijk dan. Oké, we gaan het pakketje gewoon aan ze teruggeven. Oh, de basketballers. Hé jongens, waar waren jullie nou? Ik was op jullie aan het wachten. Hier, het pakketje. Dima, kijk, de basketballers hebben het pakketje. Ik zie het al. Geef hier. Jongens, ik snap niet dat jullie Dejans cadeau zomaar aan die basketballers kunnen geven. Smile, kom op, we gaan. We gaan naar de training. Doei jongens, en als er wat is, staan we voor jullie klaar. Nou Dima, stop nou maar met tegen ons te schreeuwen en ga je cadeau aan Dejan geven. Dima, als we wisten dat je zo tegen ons ging schreeuwen, hadden we vrienden gemaakt met die basketballers. Verdorie, stelletje pinguïns. Kostja, ik ga Dejan feliciteren. Oké, ik ga me omkleden. Oké, Dima, blijf kalm. Dejan gaat je cadeau leuk vinden. Kom op! Zijwaarts! Omlaag en rechts en links en rechts en links en boven en naar beneden. Waarom vindt Dejan die basketballen zo leuk? Dejan, hallo? Rechts, links. Oh, Dima, hallo. Dejan, waar heb je die vandaan? Wat?
dit? Oh, dit. Ja, vind je dit leuk? Smile die heeft het aan me gegeven en deze ring ook. Vind je het leuk? Ja, het is cool. Tima is raar vandaag. Prima meiden, laten we doorgaan. Nu een nieuwe beweging. Zijn jullie er klaar voor? Wacht maar, basketballers. Nu is het mijn beurt. Hey Dima, je hoeft niet zo te schreeuwen. Nou Dima, als ik wist dat je zo tegen ons ging schreeuwen. Oké. Nou, Dima, je hoeft niet zo te... Nou, Dima, je hoeft niet zo te...